Welkom bij BusyWeb. Ik ben Georgette van Aert en in deze video laat ik je iets geweldigs zien wat er nieuw is in WordPress 4.3. In WordPress 4.3 kun je namelijk heel makkelijk een favicon maken. Nou, wat is nou precies een favicon? Dat zal ik je hier laten zien. Ik heb hier drie websites uitgezocht. En je ziet, dit is de website van Google. Die heeft dus een heel klein icoontje hierbovenin met de G van Google. Ik heb er één opgezocht van Mercedes. Die heeft dus keurig het logo van Mercedes bovenin staan. En tenslotte heb ik zomaar eentje gekozen. In het kader van de vakanties. Centerparks. En die heeft dus dat vogeltje in zijn logo zitten. Nou, hoe maak je nou zo'n favicon in WordPress? Voorheen was het heel lastig. Moest je dus toch wel een beetje kunnen programmeren. En op een bepaalde plaats in je website moest je dan bepaalde codes gaan plaatsen. Maar dat is voorbij. Ik heb hier een artikel over geschreven. En ik zal je laten zien hoe je je favicon, hoe je die dus kunt plaatsen. Of in mijn geval kunt wijzigen. Je gaat dus naar de achterkant van je website. Dat betekent dat je je domeinnaam intikt. Een schuine streep voorwaarts en dan wp-admin. Dan kun je inloggen en dan kom je aan de achterkant in het dashboard van je website terecht. Goed, je gaat vervolgens naar weergave en je gaat naar de customizer. En dan zie je dat je dus heel simpel het thema kunt veranderen. Je kunt de site-identiteit veranderen. Nou, en dat is precies waar we moeten zijn. Het is je website-titel, dus datgene wat je boven aan je website te zien krijgt. En een subtitel die ik genoemd heb, BusyWeb, uw partner in e-learning ontwikkeling. Vervolgens heb je dan iets nieuws en dat is de favicon. Je ziet dat daar ook aangegeven wordt dat het favicon wordt gebruikt als browser- en app-icoon voor je website. Iconen moeten vierkant zijn en minimaal 512 pixels breed en hoog. Nou, ik heb mijn complete BusyWeb logo erin gezet. En je ziet hier bovenaan, als ik daarop inzoom, dat het wel erg pieperig klein is. Nou, ik ga het bestand even wijzigen, dus ik zoek nu even op mijn computer een ander bestand. En die staat volgens mij hier. Ik selecteer dit bestand. En je ziet dat het er nu dus even iets anders uitziet. Ik heb dus vooral die Griekse I die daar uitspringt en de Z en een stukje van de W gekozen. Nou, ik klik op bestand wijzigen. En je ziet dat ik direct hier bovenin al dat andere stukje van mijn favicon te zien krijg. Nou, zo simpel is het nu en ik ben echt, ja, ik ben daar rete enthousiast over. WordPress heeft altijd wel weer nieuwe geitjes waardoor het nog makkelijker wordt om met WordPress te werken. Nou, wat je niet moet vergeten is dat je opslaat en publiceert. Dus je krijgt live te zien hoe jouw favicon eruit ziet. Maar als ik niet zou opslaan en publiceren, dan ben ik hem weer kwijt. Dus vergeet dat niet. Nou, tot zover deze video over het plaatsen van een favicon wat je nu helemaal zelf kunt. En ik zou zeggen, veel succes en maak het web nog mooier dan het al is. Ik zie je graag terug in een van mijn andere video's.